Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Kelisha Samin. Zij is visagist, net een nieuwe baby. Jonge Surinaamse vrouw die hard bezig is om zichzelf bezig te houden. En misschien wel u een leuke make-up makeover te geven tijdens de feestdagen. Kijk mee naar wat Kelisha u allemaal zou kunnen bieden als visagist. What made is a little Q-Time. Goedemorgen Kadisha, hoe gaat het met je? Goedemorgen, het gaat goed. En met u? Het gaat. Hoe hou jij jezelf in stand in deze coronatijd? Hoe is het geweest? Want we staan net weer voor een tweede golf, om het maar zo te zeggen, in Suriname. Die we met z'n allen aan het proberen te voorkomen zijn. Nou, ik ben aan de meeste gevallen gewoon thuis sinds ik bevallen ben in februari. Dubbele reden om thuis te blijven. Ja, dus en extra ook voorzichtig te zijn met de baby. Ja, klopt. Oké. Nou, dus je had je handen vol aan de baby. In principe heb je corona niet zoveel gemerkt. Alles ging maar langs je heen, want jij was nieuwe moeder. Ik was druk bezig. Ja. Oké, maar je bent visagist van beroep. Ja. Ja? Nou, niet echt beroep. Ja. Want ik doe het niet. Het is gewoon echt in mijn vrije tijd. En alleen eigenlijk rond december is het een beetje hectisch. Ja, oké. Maar het is wel coronatijd en de maatregelen zijn net aangescherpt. Heb je daar ook wat van gemerkt? Ja. Dat het niet meer zo druk is als wel, normaal. Want, ja, hè? Ik had dus in het weekend. Dus ik had de komend weekend heel veel klanten, maar de meeste hebben dus afgezegd om vanwege die lockdown van 7 uur in het weekend. En veel mensen gaan dus niet meer naar een dinertje of een familiefeestje. Oké, dat is natuurlijk niet zo leuk. Maar je zegt ook dat jij visagie doet eigenlijk erbij, alleen maar tijdens de feestdagen. Heb je ander werk waarmee je bezighoudt? Ik ben meestal gewoon thuis en ik help mijn man, dus als het ware met zijn werk. Maar dat ik echt visagist als mijn beroep heb, dat niet. Oké. Maar je hebt een actie, hè, voor de komende feestdagen. Wat houdt die actie in? Is waarbij je elke look, het maakt niet uit als het nou een neutrale look is of een glam look, je betaalt daar gewoon 125 SCD inclusief lashes. Oké. En is dat de lashes, wat houdt die, dat pakket in? Dat je een make-up makeover krijgt met de lashes inclusief? Ja, dus eigenlijk bij mij is een look altijd inclusief de lashes. Ja. Maar je hebt dus verschillende prijzen. Bijvoorbeeld een natural look begint bijvoorbeeld vanaf 100 SRD. En dan heb je een glam look die begint vanaf 150 SRD. Maar dus in december of de actie die nu geldt, is dus voor alle looks. Het maakt niet uit wat je nou extreem wil gaan. Het blijft dus gewoon 125 SRD. Oké. Moeten de mensen naar jou toe komen als ze gebruik willen maken van dit pakket? Of ga jij bij de mensen aan huis? Het maakt niet uit. Ik kan ook bij jou naartoe komen tot aan huis of jij kan bij mij. Het is eigenlijk wat de klant makkelijker vindt. Oké. Nu er lockdown is. Je zegt er zijn een aantal mensen die hebben afgezegd. Maar zijn er nog steeds wel mensen die bij je komen en toch nog voor een make-up makeover bij je zijn? Want ik vraag me eigenlijk wel af waar ze naartoe gaan. Of gaan ze gewoon mooi zijn thuis? Ik denk dat iedereen wat extra zijn in december. Dus ja, ze komen wel. Ja. Dus, maar niet meer zoveel als vorig jaar. Want vorig jaar was het echt. Oké. En Oriari is natuurlijk helemaal anders dit jaar. Ja. Want gaat echt niks meer gebeuren. Hoe zijn jouw visa? Hoe ben je die aan het voorbereiden? Ga je ook rustig weer thuis blijven? Of zeg je toch, we komen wel een beetje met de familie toch een beetje samen? Ja, dus ik denk dat ik gewoon op de 25e naar mijn moeder ga en dan gewoon lekker rustig aan het maar jij hebt gewoon een leuke, lekkere nieuwe baby. Dus jij hebt eigenlijk genoeg. Je hoeft je nergens mee meer bezig te houden. Het is gewoon al goed. Nee.
Ja, en de visagie die jij doet, is dat altijd rond de feestdagen of alleen kerst? Maakt niet uit, want ik werd ook gewoon gebeld als er dus een huwelijk, dat is toen dus, als er Ja. dus een huwelijk is of een feestje, dan word ik dan dus gebeld en dan moet ik dan de mensen opmaken. Ja, oké. Okay. Je hebt nog wel plaats in je agenda voor de komende dagen? Ja, voor volgende week. Voor deze week niet meer. Voor Oké. volgende week wel. Nog een paar En open plekken. hoe kunnen de mensen je vinden? Ben je ook op social media? Ja, ik ben op Facebook. Ja. Dus kun je gewoon een keertje Kadisha Samin en dan vind je me direct. Ja, Kadisha Samin, en dan vinden we je. Zet je ook al foto's van je kunstwerken? Want dat is het eigenlijk. Hè? Het gezicht is Ja. eigenlijk een canvas. Eigenlijk. En jij maakt daar een mooi kunstwerk op. Zo zie ik het althans Ja. hoor. Zet je foto's van je resultaat? Ja, ik zet foto's op mijn gewoon mijn personal account. Ik heb wel nog geen. Of ik had in de tijd toen wel een speciale page gemaakt. Maar ik Ja. ben dus dat gaan verwaarlozen doordat ik zwanger werd. Dus ben ik dat een beetje gaan verwaarlozen. Maar ik zet wel ook altijd foto's op mijn personal account. Ja, Dus dus dat kan mensen ook. kunnen kijken wat je allemaal kan doen en ze mogen ook zelf komen met hun eigen voorkeuren. Ja, klopt helemaal. Ja, oké, very nice. Oké, ik wil jou heel erg veel plezier toewensen tijdens de feestdagen. Het is een aangepaste tijd. Ik weet bijna zeker dat je toch nog een paar mensen gelukkig kan maken met hun make-up makeover. Dus succes met het werk. Maar vooralsnog veel plezier met de baby, want het is natuurlijk veel gezelliger. Ja, dank u. En ook voor u hetzelfde. Ik hoop dat u een fijne kerstdag, de fijne kerstdagen kan meemaken, ondanks in deze COVID-pandemie. Corona-tijd. Ja, dat is goed. Dankjewel, Kenisha. Heel erg veel succes toegewenst en stay Ja, yeah, thank you. safe. Bye. Bye-bye. Heeft u nog plannen voor de feestdagen en nog een visagiebeurt nodig? Kedisha Samin is te vinden op social media. Geef haar een call. In deze corona-lockdown-tijd is het natuurlijk een beetje moeilijker, maar you never know. Mooi zijn voor jezelf is ook al goed genoeg voor deze kerstdagen in deze coronatijd. Bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer.